de leuke borden van de Vlaamse overheid. Er zijn nooit verkeersborden dat je weet van, ah, tof, ja, leuk. U laat uw motor draaien, want u houdt van het geluid, vraagteken. Op dat was straat! Nee, ik zal mezelf zitten tegen 120 in deur, zat! U staat op de pechstrook, want uw banden moeten rusten. Nee, ik sta in pan, lul, kunt helpen! Oh, het fucking zaakborden! Als u te snel rijdt, ziet u haar niet. Wie? Als wij, mannen, een feestje of een café binnenstappen, veranderen wij. Vanaf nu roepen we echt, maar echt heel de tijd, waar is dat feestje? Maar hier is dat feestje! Je moogt niet naar huis, mag niet, en je moet bier drinken. Mannenlogica, hè? Je drinkt heel de avond pils, tot als je niet meer kunt praten, en dan... Duivelsje. Je zegt, vanaf dat je 40 passeert, jongen, je lichaam begint te veranderen. Je voorhoofd wordt groter. Je ballen beginnen te zakken. Wat is dat? Zijn die langs achter verbonden of zo? Dat die ballen zo zakken. Hé, we hebben meer hout nodig. Oké, rek dat voorhoofd uit, hoor. Dan moet ik altijd denken, zo'n mannen die dat tot van achter kaal zijn. Die hebben dan zo blauwe knieën of zo. Auw. Weet je wat het ergste is aan mijn ouders? Die sloegen ons nooit. Kent je die ouders die hun kinderen nooit slaan? Kent ze? Je moet er eens op letten. Dat zijn altijd die ouders die hun kinderen zodanig kleden dat die wel in elkaar worden gemapt door hun vriendjes. En dat was ik dan. Mijn vriendin, dat is echt een schatje. Soms valt ze in slaap. Dan ze op weg naar huis in de auto. Ze... En dan zit ze daar naast mij. Alleen ligt ze daar naast mij. Ze is echt super schattig. Zo. En dan doe ik altijd hetzelfde. En dan doe ik de radio uit. En dan maak ik haar een gordel los. Dat ze een beetje... En dan rem ik keihard. Ze... Oh, ik rij zo graag met de auto. Of was er aan het sminken is. Met zo'n oogpotlood. Heel kort. Zet dat erin. Ha ha ha.